Nee, eigenlijk is het wel een leidersweg, zeg maar. En, ja, zeker de laatste 10 kilometer, tenminste dat neem ik me altijd voor om... Dan moet de kraan gewoon open en dan is het alles of niks. Weet je, als je de 11 en de 12 rond kunt krijgen, dan rij je een super tijdrit. En als dat niet lukt, dan is het minder. Steven Lammertink over het leed dat tijdrijden heet. Want pijn doet het. Rijden tegen de klok is een specialisme dat Lammertink zich al behoorlijk eigen heeft gemaakt. Zo werd hij afgelopen jaar Nederlands kampioen bij de belofte. Nu mag hij in het Spaanse Ponferrada een gooi doen naar de wereldtitel. Het is niet compleet vlak. Ik denk, ik moet het ook nog zien als ik daar kom. Maar ja, het zal toch wel voor de... voor gewoon echt de tijdritspecialist. Er zit wel een klimmetje in, maar dat zal het verschil niet gaan maken. Ik weet precies wat ik elke dag ga doen. En dus ligt allemaal een beetje vast wat er gaat gebeuren. Ja, vrijdagmiddag kom ik daar aan en dan hoop ik dat fietsen er zijn. Dan ga ik fietsen. En dan op bed liggen en dat de komende 2 dagen daarna ook. En dan maandagochtend fiets ik altijd een uurtje voor de tijdrit zelf. En dan heb je specifieke voorbereiding voor de wedstrijd. Ik doe het eigenlijk altijd op gevoel. Ik denk dat ik die ervaring heb ik inmiddels wel, dat ik mezelf niet over de kop zal rijden. Ik heb een vermogensmeter, een hartslagmeter, dus ja, die dingen kun je ook altijd gebruiken om een constant tempo te rijden. En in zo'n lange tijd dat is toch constantheid de belangrijkste factor. Dat gevoel dat heb je direct als je over de finish komt. Elke goede tijdrit die ik heb gereden, dan weet je dat gewoon of het goed was of niet. Of het dan voor de winst is of een 5e plek of een 10e plek, ja, dat hangt natuurlijk van de rest af. In principe weet je dat wel. Bij de elite is de Duitse Tony Martin al jarenlang de beste tijdrijder van de wereld. De Nederlander Tom Dumoulin van Giant Shimano behoort ook tot de wereldtop. Mannen waar Lammertink zich aan optrekt. Zoals je Tony Martin dan ziet rijden in de tijdrit, dat is wel bijzonder. Ook hoe stil die zit, hoe die kan afzien. De Tom Dumoulin heb ik natuurlijk mee in Canada gereden. Ik heb toch ook wel eens zijn visie gezien over hoe hij daarmee bezig is. Ook zelfs met zo'n proloog, zo'n korte proloog, dan weet hij precies welke vermogens die gaat rijden. En dat hij dan op welke fiets die dat gaat doen, met welke wielen. Dat is toch nog wel een ander niveau qua voorbereiding. Hey.